Leuk dat je kijkt naar de 0118 TV Love Special. Vandaag gaan we kijken of er nog liefde te vinden is hier op Voorneputten. We gaan naar winkelcentrum De Struitshoek. Laten we snel gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar zijn we dan, winkelcentrum De Struitshoek. Ik ben benieuwd hoe het hier met de liefde gesteld is. Dus kom mee. Nou, het is lekker druk in ieder geval. Dus ik ben benieuwd wie we tegen kunnen komen. Of we nog leuke stelletjes zien of zo. Die lekker aan het winkelen zijn. Want ja, wat doe je met Valentijnsdag? Dan ga je winkelen. Dus... Ik zie daar een stelletje. Ik weet niet of we die... misschien dat we die kunnen aanschieten. Jullie zijn een stelletje? Nou ja, een paar jaar al. Ja, hoe lang al? Nou, we zijn 2 mei 46 jaar getrouwd. 46 jaar. Houdt dit vol? Nou, af en toe valt het niet mee hoor. Echt niet? Wat dan? Nee hoor, dat is maar een grapje. Oké. Dus het gaat goed. Prima. Ja. Maar ja, wat is nou, dat vragen we allemaal af natuurlijk. Wat is nou het geheim van een goed huwelijk? Geen idee. Gewoon doorgaan. Geven en nemen. Geven en nemen. En op welke manier? Cadeautjes of... Nee hoor. Nee, die krijgt nooit. Die krijgt u nooit? Nee. Misschien is dat toch wel leuk hoor, mevrouw, om een paar cadeautjes te geven of niet? Nou, hij komt niks tekort. Ik zou niet weten wat ik hem moest geven. Echt niet? Op onze leeftijd heb je alles. Ja? Vindt u het mooi om oud te worden samen? Want dat is natuurlijk iets. Nou, zeker wel. Jong. Ja, maar... Ik vind dat niet erg om oud te wezen. Hoe was het met de jeugdliefdes? Ja, is het de enige? Dat is zo lang geleden. Nou, hij was wel mijn eerste. En eigenlijk ook wel de enige, ja. Dus meteen bij de eerste balmraak, dat is het. Dat is het. Ja, en voor u, meneer? Nou, ja. Niks vertellen, hoor. Niet te veel vertellen, maar het was niet de eerste. In ieder geval. Maar ja, dat is al zo lang geleden. Het is wel de enigste gebleven. Ja. Ik heb even een vraagje. Nee? Oké, nou ik zie hier ook mensen. Even kijken. Nee? Geen Valentijn? Oh, wat jammer nou. Het zijn allemaal mensen die geen Valentijn hebben. Nou, die gaat net weg. Dat is jammer. Nee? Geen liefdesverhalen hier. Ben jij al verliefd? Nee. Stelletje toevallig? Welke stelletje wil je zeggen? Geen stelletje? Wij zijn echt in buitenlands, dus wij niet zo goed spreken Nederlands. Ah, jullie zijn verliefd? Samen. Samen. Hoe lang al? Zes jaar. Zes jaar? Ja. Oké, en trouwen misschien al? Ja, binnenkort. Ja. Al een datum in? Oh, nee. Nou, u schrikt ervan? Nog geen datum. Oké, dat zit er een beetje aan te komen dan. Ja, dat klopt. Oké, nou leuk. En het gaat dus nog steeds goed dan? Ja, tuurlijk. Ja, dat was super. Gaan jullie iets met Valentijnsdag doen? Ja, zeker. Zeker, goeie... Ik werk, jij werkt, dus ik weet ook niet op die datum. Werken? Ja, wij werken samen, dus... Ja, het valt op een vrijdag, hè? Ja, dat klopt. En dan jammer is, ik heb ochtend, vrouw heeft middag. Dus toevallig... Andersom. Er is oneenigheid, merk ik. Ja. Toevallig nog een liefde? Ja, klopt. Wie? Kim Snoek. Oké. Dus en hoe lang al? 14 maanden bijna. 14 maanden, dus dat is eigenlijk heel pril, of niet? Nee, niet echt. Ga je nog iets doen met Valentijnsdag? Ja, ik ga misschien voor haar kettingtje halen en misschien met haar even uit eten en misschien naar de bioscoop ook. Oké, dus echt een heel programma voor Valentijnsdag. Ja. Je laat het niet zomaar voorbij gaan. Nee, natuurlijk niet. Wil je misschien een oproep doen naar haar? Hoeveel je van haar houdt? Want ik heb hier een roos. Nou, ik ben nu ook al onderweg naar haar toe. Echt waar? Oh, dat is misschien wel leuk om dat eventjes vast te leggen natuurlijk. Want kijk eens, ik heb hier een roos. Misschien dat je die straks aan haar kan geven. Dat komt goed. Ja, want wanneer zou ze hier zijn? Als woont hij in de buurt en over 5 minuten is ongeveer hier, denk ik. Oké. Hey, schat. Wat is er? Ja, ja. Neem misschien wel lief. Tuurlijk.
dankjewel. Ik zie het al. Oh, dat is jammer. Jullie zijn al bij elkaar. Ja. Ik heb gerend om een Valentijnskaart te halen. Leuk. En daar kan je eigenlijk iets inzetten voor haar. Nou, lijkt me wel leuk om te doen, ja. Hoe is dat nou? Want ik heb gehoord al 14 maanden, geloof ik, hè? Klopt. Het is nog steeds aan? Ja, nog steeds. Ja, en je houdt ontzettend veel van hem, want hoe heb je hem leren kennen? Nou, ik heb hem leren kennen via vrienden. Dus, en we waren gewoon verliefd op elkaar. Nou, ik vroeg al aan hem van, ja, wat gaan jullie doen met Valentijn? Weet je het al, wat jullie gaan doen? Ah, weet ik niet. Verrassing, denk ik. Nou, ik heb het gehoord. Oh god. Ja, ik ben... Oh, ik zie de kaart is al klaar. Dus ik ben benieuwd of je het voorleest. Hele lieve schat. Mogen wij nog lang samen blijven? Want ik hou ontzettend veel van je. 12-12-12 is onze datum. Ik hou van je. Ah, en nu moet er een kus af. Call me, loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. And you give me all. Lieve William, ik hoop dat we er samen uitkomen. Ik hou van jou en ik wens je een fijne Valentijn. Wilt u misschien een oproep doen aan uw man? Hoeveel u van hem houdt? Of leuk? Nee, dan leg je je echt... Echt waar? Deuk, ja. Nou, dat is leuk, ja, toch? In een deuk? Humor, humor moet ook in een relatie kunnen, toch? Maar dat vind ik altijd zo kinderachtig voor die televisie. Nou, dat valt wel met... Dat denk ik wel, als menen die mensen het nou... Nou, ik mag toch hopen dat u het meent, toch? Ja, natuurlijk wel. Nee, maar dat vind ik allemaal onzin. Heb je het niet koud? Ja, hartstikke, maar ik doe gewoon alsof ik het warm heb. Maar ja, dat... Ja, is hier voor je? Ja, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Ik heb het kon je krijgen. Nou, dat hoeft niet. Kijk eens, ik heb hier voor u een roos. Oh, hartstikke leuk. Als ik het vanavond straks vertel, legt hij een deuk. U kunt natuurlijk ook een zoen geven op de camera, dan ziet hij dat misschien. Dus ik weet nou, niet, ik weet niet hoe heet uw man? Henk. Henk. Ja, dus dan is het Henk. Ja. Nee, wie weet, ja, doe gewoon, gezellig, leuk. Dus dan Henk, ik hou van je. Oh Henk, ik hou van je. Een vriend van mij moet ik op zijn schouder meedragen omdat ik iets te veel gedronken had. Ja. Ja? Dus ik kom haar tegen bij het bushokje s'nachts om 1 januari om 3 uur. Op Oud en Nieuw is ons jubileum ook. Dus afgelopen Oud en Nieuw, flesje wijn gepakt. Samen bij hetzelfde bushokje, helaas is het vervangen, dus ja. Ja, dat is wel jammer, hè? Ja, dat is jammer. En ik moet toch wel bewijzen en zo. Want ik heb wel een beetje slechte dingetjes gehad en zo in het verleden. Dus aan deze hand wilde het niet hebben. Mm-hmm. Maar ik ga nu een bos rozen met kopen. Jullie lopen mee. Ik ben niet zo heel erg met de camera, maar... Ja, weet je, de liefde, dat doorbreekt alles. Ja. En ze is schaamte. Nou, weet je wel, hoor. Ja. De camera. Maar... Hoe lang was het nou ook alweer al dat jullie wat hadden? Een jaar en een maand. Oh ja, dat was met Oud en Nieuw was dat, hè? Ja. Heel en... raar verhaal. Ze liep aan de overkant van de weg. Dus ik zei maar, nee, gelukkig nieuwjaar. En toen kreeg ik een antwoord terug van, oh ja, gelukkig nieuwjaar. Toen zei die vriend van hem van, kom, we gaan erheen. Dus, die dronken was? Ja, die heel dronken was, ja. En ja, hij sleepte dus die vriend mee over de weg van, nou, even kijken wie het zijn. En op een gegeven moment vroeg hij van, ja, kom je mee, we gaan wat doen. Het was heel bijzonder, want ik had ook niet verwacht dat het iets zou worden. Nee, dus het is gewoon inderdaad... Ja, oudjaars. Zomaar, ja, opeens. Ja, en het houdt al een jaar vol en een maand. Dus, Ja, en dat gaat nog steeds goed dan. Ja. Okay. Ja, want hij zei, ja, ik heb problemen gehad en ik heb een lastig jaar gehad. En een tijd. En op welk vlak is dat? Nou ja, gewoon een beetje jeugdverwerking. En, niet zo goed met ouders. Dus ja, het gaat nu allemaal veel beter. Ja, hij heeft wel contact met zijn ouders en zo. Ja, dat wel. Gaat allemaal goed. Ja. Oké, okay, mooi. Oh, ik zie dat de serenade klaar is. Dus ik ga er even bij staan, want anders dan hoor je hem niet goed. Is het gelukt? Ja. Oh. Ja, dat is moeilijk. Moeilijk praten met een roos in je mond. Maar ja, nou, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, daar gaan we dan. Zal ik de pen even weghalen? Want dat is ook weer zo. Zo krijgen we zo weer. Ja. Proces, ik hou heel veel van je. En zoals Bon Jovi zegt, forever and always. En een mooie katje. Dankjewel. Cute. Altijd samen. I love you, princess. Forever and always. I will be your prince. I love you. Never lose me. Dankjewel.
Ja, is het helemaal in love? Ja. Ja, altijd. Ja, altijd. Dit is echt de liefde natuurlijk. Ja. Ja. Serieus. Nee, maar niet anders. Super. Niet anders. Nooit anders. Nee. Nee. Gewoon uit je hart gewoon. De camera's erbij is niet zo mijn ding, maar het moet maar. Ja. Voor de liefde. Ja, daarom. Ja. Daarom. En ga je nog iets doen met Valentijnsdag? Dat is een geheim voor haar. Oh? Ja. Dus dat wordt... Oh, oké. Okay. Nou, maak je er maar klaar voor, want dat wordt wat. Je keek naar de 0181 TV Valentijn Special hier op 0181 TV. Laten we nog even kijken naar de mooiste Valentijnszoenen van de regio. Heel graag tot volgend jaar.